Wij gaan vandaag naar een van de dikste car meetings ooit in heel GTA. Het was echt super groot georganiseerd, maar je gaat het allemaal zelf zien. Yes, showtime jongens. Ik ben net live geweest, zoals ik had beloofd, gingen wij natuurlijk naar de car meeting in TDA. Ik hoor dat het één groot drama is, dus we gaan eventjes achterkomen hoe nou precies in elkaar zit. Oh, Veilingbind evenement begint om 9 uur en is te bezoeken bij de partybus. Oké, er gaat dus ook een hele stadsbestuurveiling weer plaatsvinden waar we natuurlijk deze en deze hebben gekocht natuurlijk. Die komen allemaal van de veiling af. Ik zei in de stream dat we met de Imola zouden gaan, omdat die het snelst was. Want zoals je ziet, ze hebben een dragstrip op het terrein. Alleen er worden dus prijzen uitgereikt voor de beste in klasse. Ik zat dus te denken, als je denkt aan klasse klassiek, dan gaan we eventjes met die 250 GTO, chassis nummer 3505 GT, die natuurlijk is gereden door Sterling Moss. Die gaan we natuurlijk eens eventjes lekker op pad nemen en dan gaan we even in manual zetten en dan gaan we op naar de car meeting. Ja, de reden waarom ik dus hiervoor kies, ja, ik heb net al uitgelegd, ik denk dat deze gewoon de grootste kans heeft om een prijs te kunnen winnen. Ik heb er zelf heel veel mee, ook de historie van deze auto. En ik heb hem vorig weekend, tenminste, ik denk dat deze video nu online komt, die heb ik ook weer in het echt gezien, in het wit. Die vlog, die staat online. Dan moet je even de vlog van gisteren kijken. We gaan op naar de car meeting, jongens. Let's go. We moeten in de haven aanwezig zijn, heb ik gehoord. Je ziet ook geen reuten met teut in de stad aan mensen. Check dit. Het is net alsof je om 3 uur 's nachts in TDA zit. Gewoon niemand te bekennen. Ook op blokkenpark waarschijnlijk helemaal niemand. Dus je kan zo hard rijden als je wil. Je kan zelfs overvallen plegen en dan denk ik dat er helemaal niks gaat gebeuren. Er staat daar wel een hele dikke SSC Toitra Striker, maar we gaan in ieder geval eventjes op naar de haven. Er staan ook allemaal mensen met pech. Is überhaupt wel AMB? Nou, ik ben benieuwd wat... Ik wil net zeggen, vriend, even oppassen. Mijn auto is 100 miljoen waard, dus aan de kant. Ik ben echt heel benieuwd hoe druk het gaat zijn op het evenement en wat ik ervan moet vinden. Er zijn heel veel mensen ook weggegaan omdat ze lag en zo hadden, dus we gaan er even achter komen, hè. We zijn er bijna. Leuk feitje, het is dus trouwens ook op het Underground Racing Event wat we een keertje met de TDA Car Dealer hebben gehad. Dat is zeg maar op die locatie. Kijk hoeveel mensen hier ook aankomen, jongen. Kijk dan. Oh ja, joh. Rustig aan, man. Even Kees. Ik ben erg benieuwd hoe druk het is. Ze hebben ook shuttlebussen geregeld en zo. Dus het gaat wel wat worden, jongens. Kijk hier, een dikke AMG One. Die zit al voor ons. Kijk dan. Oké, ik denk dat we nu gaan merken aan de FPS. Yes. Ik hoop het alleen. Ja, ik merk het nu al. Holy moly, jongen. Ja, dit wordt echt insane, denk ik. We moeten hierheen. Volgens mij is het heel duidelijk dat we hierheen moeten met die bordjes. Iedereen met de potato PC, die heeft hier echt rip jullie allemaal. Oh, er komt even ambulance langs. Nou, gaan we even aan de zijkant staan. Ga jij maar. Kijk. Dat is nou een pareltje, hoor. Goed, hè? Ja, ik heb net mijne weggezet. Oh, echt? Oh, nee, ik kom even showen. Ik heb geen idee hoe het binnenkomt. Ja, ik ook niet. Ik weet niet eens waar ik heen moet. Oh, ik moet die kant op. Huh, ik denk dat ik hier doorheen moet. Of niet? Is er nog plek? Ik zie allemaal mensen hier doorheen poppen. Nee, er is geen plek. Oh, niet als ik het probeer. Ik hoor helemaal niks. Wat kant moeten we op? Kijk, hier staat Lorenzo Vodka al met zijn AMG One. Meneer, u kunt helaas niet met uw auto meer naar binnen. Hoezo niet? Omdat het te druk is. Het staat helemaal vol al. Weet je wel wat voor auto dit is, meneer? Ja, dat weet ik. Maar je moet niet te lang staan, jongen. De goede is het verstandige plaats. Wanneer is er wel plek? Momenteel zal het even geen plaats meer zijn in verband. Ik kreeg gewoon een belletje. Pas maar op, hè. Oké. We gaan even een belletje maken. Hey Peppy! Hey! Pleeg even een belletje, hoor. Ik weet het bijna zeker. Jij bent nog niet geabonneerd. Abonneer je snel hier beneden en natuurlijk voor meer van dit soort content. Het is gewoon gratis, dus druk nou gewoon op dat knopje. En vergeet natuurlijk ook zeker niet nog even te liken. Zou de video er erg mee helpen. Pas als jij hebt geliked en geabonneerd, gaan we verder. Allright, bedankt voor het liken en abonneren. Toestemming. Ja, helemaal goed. Top, dankjewel. Yo. Rijd door naar Ali. Even kijken, waar moet ik heen? Waar is Ali? Ik zie helemaal geen auto's. Waren er ook auto's op dit evenement? Oh, halleluja. Oh, goeiedag. Oké, waar moet ik wezen? Waar moet ik hem neerzetten? Zal ik hem naast die 300 SL zetten? Mijn stickers zijn ook gewoon verdwenen. Wat? Zo'n ouderwetse auto komt met al die afvalstoffen. Dat vind ik zeker normaal, meneer. Moet wel op toer houden, want het ding slaat ziek snel af. Wat ook realistisch is. Het is een klassieker, dus. Wat, dit is vet, joh. Een hele mooie auto, meneer. Bedankt. Hoe heeft het je gekost? Een heleboel. Moet maar even op de slot draaien. Ik ben fan van jou. Nee, het is een 1 of 2. 1 of 2, ja. Zeker, ja. Oh my god, Tony Kane. Oh mijn god. Fan van jou, man. Nou, daar zijn we dan, jongens. Holy moly, waar moet ik beginnen? Kijk, staan allemaal op mijn auto. Eigenlijk. Dit zou de meeste eye-catcher moeten zijn in heel TDA. Maar ja, jammer genoeg is dat helaas niet zo. Dus die auto in ieder geval het echt ziet, 250 GTO. Ja, dan kan je ogen niet geloven dat je er bijna eentje hebt gezien. En ik heb er al één gezien. Nu 2 trouwens. Vorig weekend. Right, we hebben een normale Bugatti Chiron Sport, Huayra BC, Pure Sport. Nou, allemaal pauper auto's natuurlijk. Niet eens de Imola of de Supersport. Jongen, jongen. Ik heb ook de Supersport niet. Had ik kunnen kopen, heb ik niet gedaan. Ik ben natuurlijk dom geweest. Oké, daar gaan we niet over hebben. Doe pijn als ik het over heb. Wat mensen rehokken. Ba. Bravisjes. Dit is de Inop-wagen, jongens. Kijk, deze hadden we altijd op Inop, deze bak. Dat is wel mooi. Precies in diezelfde kleuren. Heb je hier nog een SVA? Nog een SVA? Ik hoor Lorenzo, maar ik zie hem niet. Zegt hij tegen mij? Misschien dat ik hem gewoon niet zie. Oh, daar staat hij. Kijk. Let op. Een MC20 trouwens.
Haha, hey Lorenzo. Ja, hij zegt niet eens hallo. Toxic, toxic. En de MC20 is dus gewoon in de server. Super dik. Ja, dit wordt een nieuwe wagen, jongens. Nou, hier nog dus die SVJ's. Hier nog een Huracan Evo, 370Z, AMG GTR, 600 LT. Nog een Brabusje M3 GTR. Super dik. Waarom staat alleen BMW 5 GTR? Weet je wel dat het een E46 M3 GTR is? Nou ja, maakt niet uit. MC20, super clean. Ik denk dat ik deze wel in mijn macebank wil hebben, jongens. 630 pk, 3 liter V6. Twin turbo, hele dikke auto. Is echt heel mooi. McLaren Senna Carrera GT. Deze wil ik zo graag. Al vanaf het begin. Ik kom alleen telkens niet in contact met een eigenaar waarvan ik hem kan kopen. Dus dat vind ik heel jammer. Verder nog Bugatti Chiron Supersport 300 Plus. SVJ, dikke golfcar. Nou, die wint wel een prijs. Die 300 SL is super vet. De Goulwing natuurlijk. Heel mooi met die deuren die zo omhoog klappen, net zoals een SLS. Hier met 250 GTO. Een van de dit is zo'n, hoe heet het? Zo'n food truck. Dat ding is gewoon 5 mil of het duurde. Dus het is echt heel raar. RSC Ver Abt. Bugatti Mistral Hennessy Venom F5. 918 Spider Devo. Valkyrie. Ja, jongens, Valkyrie. Oh, ik ben zo jaloers. Deze auto, die wil ik ook nog zo graag. Die is van Jelle, geloof ik. Ik weet niet waar Jelle is. Maar ja, hij heeft hem laatst gekocht. Deze had ik zo graag gewild in TDA nog. Echt een moken dikke auto. Bugatti Chiron Pursport RS6 Veneno. Zie je ook bijna nooit. Je kan die gewoon nieuw kopen in de car dealer. Maar het is een hele unieke auto. Dus ja, misschien is dit nog wel eens een keertje wat voor de Macebank. Meen ik serieus. Wat zouden jullie ervan vinden, jongens? Veneno in de Macebank, ja of nee? Laat even achter in de reacties. Ik vind hem wel heel clean. Kost 3 miljoen of zo. GT63 Brabus 800. Een Gemera. Nog een GT63S Brabus 800. Een Ferrari Portofino. Ja, ik weet niet wat je hier doet. Ik zeg altijd go big or go home. In dit geval go home, want het is een wijvenbak. Maakt niet uit. Er zal vast iemand blij mee zijn. Een dikke Hellcat. Een GT RSR. Porsche GT3R. Zie ik dan al goed of is het een GT3 Cup? Volgens mij is het GT3R. Zo te zien aan de spoiler. Is dat zo? Ja. Huh? Komt die ook nieuw? Ik denk dat die ook nieuw in de surf komt. Oh nee, deze kan je gewoon kopen in de car dealer. Dat is wel, valt wel onder illegaal. Dus ja, dat is wel epic. Turbo Stinger GTR. En hier nog wat andere autootjes. Ja, niet echt heel interessant. Sorry. Dit zijn wel die pre-facelift Audi RS6'en. Dat zijn zeg maar die oudere versies. Daarmee hebben we al een keertje gesproken. Dat zijn de mensen van de ANWB. Stefano, nog iemand. Harry, volgens mij. En die kan je zien in die video daar. Bodycams zijn echt vet cool. Dankjewel, man. Leuk om te horen, maatje. Dankjewel. Hey, jongens, even allemaal liken en abonneren. Je hoort het, jongens. Like en abonneren. Anders kom ik je halen. Lekker, man. Top ANWB. Oké. Nee, het ziet er allemaal fris en nice uit. Alleen, ik zeg je heel eerlijk, in Imola ben ik er gewoon zo voorbij gelopen? Schijnbaar. Ik zeg het heel eerlijk, ik had het misschien een groter verwacht. Kijk, mijn 250 GTO is wel een eyecatcher. Kijk dan. Oh ja, er zijn stadsbestuurveilingen. Of is hier nog meer? Hè, wat is hier dan? F12 TDF, Agera 1-1, 812 Menserie, wat een Hawk Scooterie, Kliekenhuis SG003S. En hier worden dus de veilingen als het goed gehouden. Ferrari J50, Lamborghini Essenza V12. Ja, zo'n Urus Menserie, wat een Hawk. Oké, die heeft heel veel interesse zo te zien. Oh, ik kan hier nu doorheen. Oh, volgens mij mag ik hier ook niet zijn. Oeps. Zo'n Swift Gold. Die zijn ook gelimiteerd tegenwoordig. SSC Tuatra Strijken en een Agera RS. Ja, jongens. Koenigsegg moet er een keertje komen bij ons. Maar ja, dat komt goed. Want wanneer de Luxury open gaat, komt er ook een hele dikke Koenigsegg. Wat is dit nou weer? Zo, ik heb hem helemaal matig gemute. Jongens, ze willen ook echt een strijken. Maar die wil ik wel een keer hebben. Die Agera RS. Is alleen heel duur. Ja, zoals jullie weten, ik grind niet echt meer TDA. Ik ga niet echt meer voor strijden of zo. Het ding kost iets van 15 miljoen of zo. Ja, daar ga ik helemaal niet aan meedoen. Dan moet ik weer helemaal kapot werken en grinden. Daar heb ik geen zin in. Dus er komt een andere Koenigsegg in de luxury car dealer. En die ga ik kopen. Ik heb trouwens water nodig. Ik zit rechts van erin. Hallo mevrouw. Gemeente. Hallo. Heeft u wat te drinken? Kan ik nog 2 Sprites krijgen? Hey, ben je niet opgevoed? Ik stond er toch eerder? Of cola? Ik sta er toch. Hey, aan de kant af, Kees. Ik wil graag drinken, mevrouw. Yo, hallo, horen jullie mij? Mag ik drinken? Hallo, drinken. Hallo. Hallo, ja. Drinken. Yo, Tony, wat wil je hebben? Ja, drinken. We hebben Dr. Pepper Energy en ijsthee. Ja, doe maar ijsthee. Zo, duurde even. Kijk, alsjeblieft. Yo, wat moet jij hebben? Energy, alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Hoeveel kost dat? Niks. Dat staat op de bankrekening. Echt? Van de overheid. Oh. Oké, bedankt. Yo, lekker, man. Oh, deze auto. Dankjewel. Maar daar krijg je honger van? Wat zie ik? Oh, mag ik ook wat eten? Want schijnbaar krijg ik heel veel honger van dat drank. Ja, dan moet je daar zijn, aan de andere kant. Meen je toch niet? Hallo, hoeveel kost watermeloen? Mag ik eten? We hebben druiven, zakjes chips en worstjes. Heb je iets waar je geen dorst van krijgt? Want anders blijf ik heen en weer rennen. Geen idee. Druiven. Oh, doe maar worstjes dan. Oh, worst ook goed. Ja, doe maar. Hey, Johan. Alsjeblieft. Godsamme, krijg ik weer dorst van. Dan blijf je mee en weer rennen. Wat is dit? Het is niet rustig hier. Even kijken, waar werden de veilingen nou gehouden? Als het goed is hier. Wat is Caddy? Kijk, dit is de trackstrip. Hier kan je ook racen. Ik zie al die auto's daar ook niet meer. Dus als ik pas deze kant op ga, komen al die auto's pas inspannen. Het is wel stom dat het zo laggy allemaal is, man. Dat is wel vervelend. Man, gaat het nou regenen op mijn 250 GTO? Meen je niet? Waarom gaat het nou regenen? Wat, hè? Ja. Mooie auto, meneer. Hey, dankjewel. Ik ga hem ietsjes naar voren plaatsen. Kijk zo, dan valt hij wat meer op. Hey, dankjewel, man. Doei.
Strijder. Kijk, daar valt hij wat meer op. Slim, hè? Hey, marketing. Ik denk legit dat als mensen deze auto in game zien, dat ze gelijk aan mij moeten denken. En dat ze denken, hey, ik ga een video van hem kijken. Eens kijken hoe het met de veilingen staat. Oh, hier. Dan gaat iedereen schreeuwen. Ah, en dit is zoveel waard en dit is zoveel. Oh, ik heb heel veel tekst in de card in Discord. Oh, ze zijn al aan het veilen. Oh, de veilingen zijn al begonnen. Ik dacht dat het een gesproken veiling was. Maar dat is dus niet zo. Hier, Agera en Res. Hij staat op 10 miljoen. Holy moly. Die SSC op 4.1. Essence op 2.75. Ja, als ik geld had, kon ik ook meebieden. Even kijken, die vraag J50 vind ik ook heel clean. 2,5. Heeft trouwens geen dak, hè? Dat is een heel bijzonder ding. Er zijn heel weinig van. Hier, de Swift Deluxe, die gaat ook ineens. 14 mil. Ja, daar kan je lekker je kookzaken mee doen. En de Urus Mansory 4.4. Nou, meer is dat ding niet waard. Sowieso, als ik 1 mil had, had ik dit ding nooit gekocht. Wat een pauperbak. Echt, hartstikke lelijk. Moet ik even gezegd hebben. Maar hij sluit ons om 9:30, zie ik hier. Als daar later na wordt geboden, dan sluit hij dus wat later. Maar dan moeten we even kijken of 25 minuutjes. K9 dog. Hondje. Politiehondje. Hier, kijk dit. Nou moet ik wel zeggen, dit is georganiseerd vanuit staf. En ik vind echt dat ze dit top hebben gedaan. Ondanks, ja, je kan natuurlijk niet zoveel mannen op een locatie hebben zonder lag. Het is alsnog heel top. Dat ze dit doen is echt leuk voor de spelers. Dit is echt wel nice. Ik ben ook zeker benieuwd naar de prijzen. Als ik kijk naar mijn klasse in het klassieke segment, dan hebben we een Carrera GT. Ja, jongens. Auto komt uit 2003. Enorm tijdloos als je ernaar kijkt. Niet normaal. Echt niet normaal. Eigenlijk heet hij de Porsche 980. Maar ja, het is de Carrera GT. Of ja, projectnaam is 980. Dan heb je mijn 250 GTO, die 300 SL. En dan, ja, wat heb je dan nog voor klassiekers hier staan? Ja, die M3 E46 GTR. Maar ja, ik denk dat dit een beetje een racyklas is. Maar ja, dat is mijn 250 GTO natuurlijk ook. En dat is het, letterlijk. Letterlijk. 4 klassiekers die tegen elkaar moeten opnemen voor een prijs. Nou, ik ben benieuwd. Oh ja, er wordt ook een LaFerrari verloot. Kijk dat. Over 15 minuten wordt die verloot op het terrein. Stel je voor dat we nog een Ferrari winnen, hoor, joh. Dan zou ik hem weggeven. Hé, maak geen grap. Dan zou ik hem weggeven. Dat lijkt me wel een vette giveaway, man. Abonneer, like met de belletje en dan win je mijn LaFerrari. Hé, ik zou het serieus doen, want we hebben er al één. En wat hebben we aan een tweede? Ja, verkopen en dan een andere auto kopen. Als ik iemand er blij mee kan maken, is ook cool. Kijk, daar is Jelle. Met zijn Valkyrie. Ik sta bij mijn auto. Hallo, wie is dit nou? Dat je die vraag nog durft te stellen is echt beschamend, Jelle. Morgen. Waarom vraag jij wie? Dat zeg ik toch voor de graf, jongen. Ik heb jouw groene kikker al staan. Ja, goed, hè? Goed, hè? Wat vind je van mijn kleur? Ja, echt ziek, man. Ja, zo zou ik hem ook maken. Ja. Hij is niet beter, hè, als dat British Racing. Nee, ik ben nog steeds heel vrij. Niet onder de auto zie je voeten. Ja, dat is wel een beetje raar, ja. Nou, ja, gewoon. Kijk mijn voeten. Zie je mijn voeten? Ja, wat cool. Ik moet echt. Waar ga je heen? Nou, ik denk, ik ga even zitten in mijn stoel. Ik was een beetje moe. Oh, ja, dan snap ik. Nou, eigenlijk wou ik alleen de deur open doen, maar tapte er iemand zomaar in. Ik weet ook niet wie dat deed. Een rare gast. Ik ga even een foto maken. Doei. Weet jij waar die LaFerrari wordt verloot? Nee, ik denk gewoon bij iedereen op het. Gewoon dat het random. Ik weet eigenlijk niet. Misschien daar. Ik ga hebben. Ik kijk zo even. Yo. Oh, kijk eens aan. Nu we het over die Koningszak hadden. Ik wilde het geheim houden. Ja, maar hij staat je dus al. Koningszak Regera, jongens. Ja. 420 km per uur in 1 versnelling. Ja, ik weet niet of ze het in TDA hebben kunnen nabootsen, maar ja, ik ben Lorenzo hier en daar achter de schermen een beetje aan het helpen. Hij developt alles aan de auto, maar als ik een idee heb, dan pas ik hem aan hem. En deze Regera heeft dus ook de Dihedral Synchro Helix Actuation Doors. En ik weet niet of die open is. Nee, hij is niet open, maar als je die deur zeg maar dicht doet, dan gaan ze dus op zo'n hele speciale manier weer terug. Weet je wel, dan gaan ze eerst naar buiten, net zoals op de Jesco. Dus dat is super vet. Je zou denken dat de uitlaat, dat die in het midden zit, onder dat kentekenplaatje. Maar kijk eens goed, jongens. Akrapovic, ze zitten daar aan de zijkant. Het middenstukje, dat is voor de luchtafvoer. En dit zijn de uitlaten. Waarom? Waarom, Koenigsegg? Waarom? Ja, zeg nou eerlijk. Hij zal wel mooi staan bij de stoel. En dan gaan we hem ook geel maken. Dat is top. En het grappige is, toen ik de stoel ging bestellen, de Regera staat je ook als introductieplaatje. Dus dat maakt het al helemaal perfect. Dus Luxury, jij bent van mij. Ik hoop natuurlijk dat we wel weer snel open gaan, want het duurt me ook een beetje lang. Ik heb er natuurlijk wel zin in, maar ja jongens, dit wordt die van mij dus, de Regera. Maar ja, zoals ik al zei, ik weet niet of ze de 1 versnelling hebben na kunnen bootsen in TDA. Maar ik heb Lorenzo het wel verteld. Hij heeft geprobeerd. Hoe ver die is gekomen, dat weet ik niet. Dus ja, hij is dicht, dus we kunnen niet rijden. Ik ben benieuwd naar de LaFerrari. We gaan even kijken naar de tussenstand van de veilingen trouwens. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kijk, daar zit Joefti. Of het is een wannabe. Het is volgens mij een wannabe. Uitkering en dan gewoon de hele dag TDA spelen. Wat hoorde ik? Uitkering, de hele dag TDA spelen trouwens. ID 3530. X-Flow heeft gewonnen. Wedden dat iedereen eromheen staat als een hongerige. Iedereen wil hem kopen voor Quicksell. Wedden? Laat je niet scammen, jongen. Lekker die auto houden. Niet verkopen, maat. Niet doen. Trappen niet in. Ondertussen gaan we even kijken naar de veilingen. We hebben de Agera RS. Die staat op 13.3. We hebben de Tuatra Strike en mensen zijn aan het typen. Het is nu 30, dus nu zou alles moeten gaan sluiten. Maar het zal waarschijnlijk één grote battle nog worden. De SSC Tuatra is naar die 6.25. De Essenza 4.15.
J50 35.50. Maar ja, je ziet het. Iedereen is aan het typen. Ze zijn aan het strijden. En Swift 16 miljoen. Wow. Urus Mansory 5,3. Nou, deze. Oh, ik wil die zo graag, hè, tred verwijderen. Oh, ik kan echt niet tegen die auto. Hoe kunnen mensen dat tof vinden, man? Dit ziet er toch niet uit. Ik word er gewoon boos van. Maar mensen zijn nog zwaar aan het strijden, jongen, voor de veilingen. Wauw. Eindstandjes. Aguirre RS 14 miljoen. Tuatra Striker 6,8. Essenza 4,8 ongeveer. J50 3,75. Swift Deluxe 18 miljoen nu al. Wauw. En de Urus 5,4. Zo, dit was me wel weer een avond, man. Ik vind het echt leuk hoe ze dit hebben georganiseerd. Ik weet niet hoe het met de prijzen zit. Ik denk dat ik daar nog iets over te horen krijg of zo. Ik weet ook niet waar iedereen is. Volgens mij is iedereen al richting huis, joh. Oh, iedereen is letterlijk al richting huis. Nou, ik denk dat wij dan maar ook gaan. Ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd wat de prijzen gaan worden en wanneer dat wordt uitgereikt. Kijk, daar gaat zo'n 300 cel. Dat is echt vet. Ik ga denk ook toehouden en dan ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het echt wel leuk om voor mijn avondje te komen. Dus, maar ja, ik heb hier niet heel veel meer te zoeken. Dus ik ga lekker richting huis. Dus ja, even wachten op het golfkarretje. Even de auto op toer houden. Oh ja, wat is dit? De nieuwe auto, meneer. Ja, meneer. Dat is mooi. En die van u? Papa, mag ik ermee? Dat is nog voor mij. Wat heck? Wat denk jij ervan? Wat? Nou, wegwezen hier. Ik weet ook niet, hoe gaat die uitgang? Ik zie hier helemaal niks. Moeten we hierheen? Ja, we gaan niet naar de drekstrip. Oh, dat is wel naar de drekstrip. Huh? Hoe moet ik naar huis dan? Hier. Het is echt, oh, kijk ook al die politie, jongens. Ze hebben dit echt wel serieus georganiseerd. Oh, ook helipads? Ik weet niet eens waar ik ben. Hoe ga ik hier weg? Oh, hier. Huh? Nee, spijkermat! Of niet? Ja, dat is een spijkermat. Daar moet ik niet overheen gaan. Hé, hey, hoe moet ik dan weg? Dit is toch een spijkermat? Ik doe toch niet gek? Als je hier overheen rijdt, dan ga je banden lek. Kan ik hier er tussendoor misschien? Oh, heb ik even geluk? Het is gewoon een spijkermat, joh, gek. Wat? Ik moet hier helemaal niet wezen. Ik snap er niks van, bro. Kom ik hier uit? Ja, dat vraag ik me ook af. Nou, dan niet, toch? Wat dan niet? Ik reageer toch, Pipo? Zo chagrijn. Ik zeg toch gewoon, ik weet het toch ook niet. Wat een jaapie, jongen. Moet ik hier weg? Ik ben echt confused. Hier moet ik heen. Kijk, dit is wel de juiste weg, denk ik. Kijk, die Kamar die was aan het zwaaien. Ik deed even reffen. Reffen, meneer, reffen. Hoppakee. Nou, of ik go home. Dit is wel spannend. Allemaal auto's die last minute gaan inspannen. Of iemand die het dood op de weg ligt. Dat kan natuurlijk ook. Je maakt het allemaal mee, jongens. Je maakt het allemaal mee. Ik ben echt benieuwd naar die prijzen, man. Dat meen ik echt. Nou, als je nu nog iets ziet van de prijzen. Dan weet je dat ik een prijs heb gewonnen. Als je niks ziet, heb ik geen prijs gewonnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's. Want die moet je echt gezien hebben. Vergeet verder ook zeker niet nog even te liken en te abonneren. Dat zou ik echt super erg waarderen. Ik zeg zoals ik altijd zeg. Dat is tot de volgende video. Fluisje later. Ciao, ciao.